Hier, op oude beelden, zitten nog 3 zeearendkuikens in het nest. Maar nu zijn het er nog maar 2. Hoe dat kan, is nog onduidelijk. De week ervoor waren er nog 3 jongen op het nest. En ja, ondanks dat het een heel veel bekeken nest is en dat er ook veel beelden van gemaakt worden, ja, weten wij niet wanneer de 3e jong verdwenen is in die week. En daar zijn wij wel heel benieuwd naar. Er zijn dus geen beelden van hoe het 3e kuiken uit het nest is verdwenen. In Nederland zijn er nu 36 zeearendpaartjes en veel daarvan hebben nu jongen gekregen. Het is belangrijk dat die nesten met rust worden gelaten, zodat de vogels niet schrikken. De zeearend is de grootste roofvogel van Noord-Europa. Als hij zijn vleugels uitklapt, kan hij wel tot 2,5 meter breed worden. Zijn bijnaam is daarom de vliegende deur. Verder valt vooral zijn grote gele snavel op en zijn witte staart. De Friese Natuurorganisatie wil heel graag weten wat er met het vermiste zeearendkuiken is gebeurd. En zijn dus op zoek naar beelden. De Natuurorganisatie heeft wel camerabeelden waarop een man te zien is die naar het nest klimt. Vogelspotters hebben dat van veraf kunnen filmen. Dat was eind mei. Die beelden zijn niet openbaar, maar in handen van de politie. Wie de man is en wat hij precies heeft gedaan, is niet bekend. De politie onderzoekt of het jonkie uit het nest is gehaald. Dat is namelijk verboden, omdat de zeearend een beschermde vogelsoort is. Met de andere 2 zeearendjongen gaat het goed. Ze vliegen waarschijnlijk over een paar weken uit.